Welkom bij Leo Middelzee met vandaag in het nieuws. Wethouder De Haan wil woonplicht voor huisjesmelkers. Bloemen markeren plaats fataal ongeluk van aardstaartjes. Wat maakt jou gelukkig? Natuurmuseum Friesland wordt dierentuin met tentoonstelling GIF. Wethouder Heijnenhaan wil meer woningen voor starters beschikbaar stellen door woonplicht in te voeren. Mensen die nu een goedkoop huis willen kopen in de stad, kunnen dat niet, omdat huisjesmelkers nu huizen kopen en vervolgens verhuren. Maar het betekent ook, en dat is omdat particuliere verhuurders goedkope woningen opkopen om ze te verhuren. En dat betekent dus dat er minder mensen aan een goedkope woning kunnen kopen, maar het betekent ook dat er druk ontstaat op de leefbaarheid in wijken. Omdat er bepaalde doelgroepen huurders in die woningen komen. Nou ja, kijk, ik moet voor maart met een plan van aanpak komen voor de Vlietzone. Daar speelt dit ook. Daar hebben we veel goedkope woningen die steeds meer worden verhuurd. Ook voor zorgpartijen. Dus wij komen in maart met plannen om te kijken aan de ene kant hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren. En daar hoort bij grip krijgen op de private verhuurders. Of het nou gaat voor mensen met een zorgvraag of anderszins. Om daar wat meer grip op te krijgen en wat leefbaardere buurt te kunnen krijgen. Nou, dat betekent dus dat je die woning niet mag gebruiken om te verhuren, maar dat je die alleen maar mag gebruiken om te kopen, om zelf in te wonen. En dat is een van de gedachten die nu leven, maar er zijn meer dingen die we kunnen doen en die we ook moeten gaan doen. De Haan werkt samen met wethouder Roeland van der Schaaf van gemeente Groningen. Beide zien de door Van der Schaaf bedachte woonplicht wel zitten, maar toch zit er een boel verschil tussen de twee steden. Nou, mijn collega in Groningen die heeft de woonplicht voorgesteld. En dat vind ik een heel interessante gedachte, want daarmee zeg je eigenlijk van deze woning is niet bedoeld om te verhuren en om geld aan te verdienen door verhuren, maar die is bedoeld voor mensen die een woning nodig hebben en die kunnen kopen. Dat is niet zomaar geregeld, dus daar moeten we wetgeving voor aanpassen. Dus dat is een van de instrumenten die nu vanuit Groningen wordt onderzocht en wat ik van harte ondersteun. Nou, wat ik heb gemerkt is dat wat ze in Groningen bijvoorbeeld al wel hebben, is dat ze werken met een verhuurdersvergunning voor mensen die een woning willen verhuren. Dat kunnen wij in Leeuwarden niet doen, omdat daarvoor krapte in de woningmarkt nodig is. Die is gedefinieerd en die hebben wij hier in Leeuwarden formeel niet. Dus dat is ook iets wat we in Den Haag moeten regelen. Dat niet alleen om krapte, maar ook om leefbaarheidsvraagstukken. Je graag meer grip wil krijgen op de verhuurmarkt in Leeuwarden. De gemeente is al langer bezig met het verbeteren van leefbaarheid in de stad. Eén methode is het bouwen van studioappartementen. Ja, bijvoorbeeld, wij willen graag goede accommodatie hebben voor onze studenten. We zijn natuurlijk een groeiende hbo-stad. En daarom bouwen wij steeds meer studio's. Bijvoorbeeld in de Egonpand is een mooi voorbeeld. 500 studio's midden in het centrum. En dat draagt bij aan goedkope woningen, aan goede woningen voor de studenten. Maar ook aan mindere druk op de woonwijken. Waardoor de leefbaarheid verbetert. Dus dat is ook iets wat we nu al doen en wat we meer willen inzetten. Aart Staartjes is zondag op 81-jarige leeftijd overleden in het UMCG te Groningen. Afgelopen vrijdag kreeg Staartjes met zijn brommobiel een ernstig ongeluk op de Harlingenstraatweg te Leeuwarden. Op de plek van het ongeluk hebben mensen bloemen gelegd met teksten als "Rust zacht meneer Aart" en "Wat vond ik het een eer om u te ontmoeten en te fotograferen." In Dronriep, de woonplaats van Aart Staartjes, luidde vanmorgen een kwartier lang de kerkklokken tegenover de woning van Staartjes. Aart Staartjes was de bedenker van enkele bekende kinderseries in de jaren 70 en 80. De Stratenmaker op Zeeshow en de film van Ome Willem. Jarenlang speelde hij de rol als meneer Aart in Sesamstraat. Aart Staartjes wordt in een besloten kring begraven. Wij bevinden ons op dit moment bij Café De Lute. En hier kun je terecht voor de geluksroute. De geluksroute is natuurlijk iets wat voor iedereen anders is, want wat maakt een mens gelukkig? Wij gaan er binnen om dit te onderzoeken. Jij bent de initiatiefneemster van de geluksroute. Wat houdt de geluksroute in? Nou, de geluksroute is eigenlijk een uitnodiging met de vraag waar word jij gelukkig van en wil je dat delen? En dit jaar wordt de 5e editie van de geluksroute en dan kun je een heel weekend lang kan je geluk delen of het geluk komen plukken bij een ander. Het is ook zo dat de geluksroute eigenlijk ergens anders is ontstaan. Zou je daar heel kort iets over kunnen vertellen? Ja, de geluksroute is begonnen in Leiden. Marieke van IJssel die heeft op een gegeven moment bedacht van hey, ik wil mensen met elkaar verbinden. En hoe doe ik dat? En toen dacht ze, dat mag gewoon op straat. Gewoon heel simpel. Mensen die elkaar in de ogen kijken, elkaar een knuffel geven, de hand schudden en zeggen van hey, jij mag jezelf zijn en je inspireert me en ik wil weten wat jou gelukkig maakt. Wat kunnen mensen hiermee? Ze kunnen op een gegeven moment hier komen en dan? Eigenlijk kunnen mensen zich opgeven via de website www.geluksroute.nu. En dan kun je bij steden kijken bij Leeuwarden en daar kan je opgeven als geluksbrenger.
En tijdens de geluksroute in het derde weekend van maart kun je dus op de website kijken. En dan kun je kijken bij de aanbieders, bij de geluksbrengers, wat er te doen is. En dan kan je gewoon op bezoek. Wat zou je mij willen adviseren om op een gegeven moment ook te leren zien wat mij gelukkig maakt? Luister naar je hart. Ja, sluit je ogen en luister naar je hart. En waarvan word jij blij van binnen? Dus eigenlijk is dat ook wel de belangrijkste boodschap voor de kijkers die je hebt. Ja, doe gewoon echt, hou het dicht bij jezelf en wees eerlijk in wat jou gelukkig maakt. Jij bent ook een van de initiatiefnemers van de geluksroute. Wat is jouw aandeel hierin? Eigenlijk ben ik er een beetje per ongeluk in beland. Ik heb al een paar jaar zelf meegedaan als geluksbrenger. En ik vind het gewoon een prachtig initiatief. En toen mij gevraagd werd om een bijdrage te leveren, ja, kon ik niet anders dan ja zeggen. Wat ik in dit geval heb gedaan is bijvoorbeeld de plakaten maken, dus de posters maken, dus een stukje afbeeldingen maken. En ondertussen denk ik ook mee in de gelukscafés. Ik denk dat je geluk in jezelf vinden voor heel veel mensen toch wel een hele moeilijke stap is. Ja, zelf heb ik het ook ervaren als een hele grote zoektocht. En toen ik het helemaal gevonden had, was ik niets anders dan blij en wilde ik het alleen maar delen. Dat is ook een van de redenen waarom ik jaren heb meegedaan als geluksbrenger. Maar juist daarom vind ik de geluksroute zo ontzettend mooi, want het kan helpen in het ontdekken van wat jou nu gelukkig maakt. Dus als je in die zoektocht zit, is het juist heel mooi om mee te doen en zoveel diverse dingen te kunnen ervaren waarvan je kan denken, oh, maar dat vind ik ook leuk. En daar word ik ook blij van, laat ik daar eens wat meer van gaan doen. Dus wat voor heel goed advies zou je aan alle kijkers willen geven om uiteindelijk toch dat geluk te kunnen pakken? Het allerbelangrijkste, kom gewoon naar de geluksroute. Ga kijken, ga op de website kijken. Zoek uit wat jou interesseert, wat je raakt. En ga daar vooral heen, ga het ervaren. Ga het doen als geluksplukker. Dan mag je echt ontdekken en echt onderzoeken. Maar ga het ook doen als geluksbrenger. Want ik heb ervaren dat ik als geluksbrenger eigenlijk een van de grootste geluksplukkers breng. Dus ga vooral doen. Ga vooral deelnemen aan de geluksroute. Oké, heel veel succes. En ik wens jou natuurlijk al het geluk van de wereld toe. Dank je wel, maar dat geldt voor jou net zo goed. Geniet vooral. Natuurmuseum Friesland ontvangt mid-februari giftige dieren voor een expositie. Wanneer ze deze 30 diersoorten onder het dak hebben, mag het museum zich officieel een dierentuin noemen. Het museum is nu nog bezig met een aanvraag voor deze titel. De eerste voorbereidingen worden al getroffen. De dieren komen namelijk binnen te staan en daarom zijn de ramen dichtgemaakt, zodat er niet te veel zonlicht binnenkomt en de temperatuur constant blijft. Jullie zijn nog bezig met de aanvraag voor de status van dierentuin. Wanneer is die binnen? We zijn inderdaad bezig met de aanvraag van de status voor de dierentuin. Daarvoor moet je allerlei documenten insturen. En op het moment dat alles klaar is, dan komen ze langs om te kijken of het aan alle eisen voldoet. Dus het proces loopt nog. Want wat voor dieren komen hier? Nou, er komen hier, en dat is wel echt heel bijzonder voor het museum, een heleboel levende dieren naar het Natuurmuseum. Daarom worden we dus een soort dierentuin. Maar het zijn giftige dieren, de meest giftige dieren ter wereld. Het hoort namelijk allemaal bij onze tentoonstelling Gif. Die tentoonstelling gaat over gif in de natuur. Iedereen weet dat gif heel gevaarlijk is. Dieren gebruiken gif om prooien te verlammen. Als verdedigingswapen. Maar gif heeft ook heel veel positieve kanten. Want in heel veel medicijnen die bijvoorbeeld gebruikt worden tegen kanker en tegen diabetes, wordt gif gebruikt. Dus gif heeft ook zeker hele nuttige kanten. Hoe lang blijven die dieren hier? Ze komen 15 februari en ze blijven tot en met 3 januari 2021. Dus 11 maanden lang. En als ik het goed begrijp, blijft hier ook een verzorger tijdelijk wonen om de dieren te verzorgen? Ja, dat klopt. De dieren zijn natuurlijk heel erg gevaarlijk. Daar kunnen wij als leek natuurlijk niet mee omgaan. Er komt een dierenverzorger mee en die komt hier dus ook echt 11 maanden in Leeuwarden wonen. En die is echt elke dag met de dieren bezig, verzorgt ze, geeft ze eten, kijkt of het goed met ze gaat. Dus dat is wel heel belangrijk dat die persoon er is. En het tentoonstelling is ook gekoppeld aan een fokprogramma. Ja, dat klopt. Er hoort een fokprogramma bij. Dus als we geluk hebben, dan kunnen bezoekers zien dat er bijvoorbeeld jonge slangen uit de ei kruipen. En wat ook leuk is, is halverwege is er ook een wisseling van dieren. Dus dan komen er weer allerlei nieuwe dieren toe. Dus het is misschien leuk om nog eens terug te komen. De dieren komen 15 februari aan in een vrachtwagen uit Spanje. Om de dieren te verzorgen, zal ook een dierenverzorger tijdelijk in Leeuwarden gaan wonen. Ook wordt een ruimte van het museum verbouwd om een laboratorium te huisvesten. Tentoonstelling Gif was eerder al te zien in Leiden en in iets andere vorm.
In Leeuwarden is de tentoonstelling tot 3 januari 2021 te zien. Omdat het allemaal giftige dieren zijn, kunnen bezoekers ze natuurlijk absoluut niet aanraken. En dit is een hele mooie ratelslang gemaakt door Jennifer Cook, een Amerikaanse kunstenaar. En dat geeft heel goed weer hoe de huid van een ratelslang aanvoelt. En dit is een kunstwerk wat ook in de tentoonstelling zal zijn. En kunnen bezoekers aanraken en toch een beetje het gevoel hebben van hoe voelt zo'n slangenhuid eigenlijk.